het zuiden van het land een herstelplaats moest komen voor locomotieven. De keus viel op Tilburg vanwege de centrale ligging in het Zuiderspoorwegnetwerk. In 1868 kwam het eerste deel van de centrale werkplaats van de maatschappij. Met honderden tegelijk stonden ze te wachten voor de slagboom, elke dag opnieuw. Tilburg was alleen al om die reden weinig gelukkig met de gelijkvloerse spoorwegovergangen. Vrijen en trouwen deed je met iemand van je eigen kant van de lijn. Dat probleem, maar vooral het verkeersprobleem, werd eind jaren 50 opgelost met de komst van het hoogspoor. In 1965 maakte het bijna 100 jaar oude stationsgebouw van Tilburg plaats voor nieuwbouw. Het oude, charmante stationsgebouw moest wijken voor het hoogspoor en de verbreding van de spoorlaan.